welkom terug bij Magical Bucket List en het is tijd voor... Zoals jullie ondertussen hebben kunnen zien, zijn we naar Disneyland Parijs geweest, speciaal voor Grogu, Baby Yoda. En de Mandalorian te meeten en ja, ook al waren we maar één dagje, hebben we toch dingen gevonden. Ja, als de vlog nog niet online staat, gaat die heel snel nog komen, zodat jullie ze kunnen kijken en mee kunnen blijven. Maar de meet staat sowieso al online, dus we zien hoe cool de Mandalorian was en hoe schattig Grogu was. Dan gaan we dat ergens linken, zodat je kunt kijken. Als je helemaal niet interesseert, ja, dan niet. nu ga ik tonen wat we op de mini-trip hebben gekocht, want het was letterlijk een mini-trip. We zijn echt speciaal een dag gereden om te kunnen meeten. Onderweg bij het tankstation vond ik dit. Ja, om al direct een thema te beginnen, zullen we het noemen. Ik ben iemand die zegt, dit is coloring for adults. Ja, so I have coloring books. En how cute. Dus ja, deze moest mee. Dus dit is eentje dat ik heb dan. I love Turning Red. Hier zitten ook stickers bij in van voor. Love some stickerings. Kijk. De panda. Love the panda. Heb je gezien dat ze nu in Shanghai. Dat de panda meedoet in de parade of zo. Daar. Mini parade of zo. So jealous. I want to go to Shanghai. For the red panda. Ja. Yeah. Ik hoop dat hij daar vast blijft. En dan komt het hopelijk nog een keer goed als we naar Shanghai gaan. Dit vind ik ook heel leuk. Oh. Cute. En dan het laatste kleurboek dat ik heb gekocht voor de collectie. Princesses. Ik vond echt dat er hele mooie in stond. Moana. Ik love Moana. Amorida. Dat is een heel veel mooie dingen hoor. Ja, allee, dat is er nog heel veel. In, maar. Toevallig mijn drie favorieten staan erin. Dan deel erin dat ik moet hebben. Oké. Het volgende item. Oh my, dit album. Het volgende item was ik al even naar op zoek. En ik heb geen idee waarom dat zo lang duurde om die te vinden. Maar het maakt niet uit. Mensen hadden me ook gestuurd van, ja, je hebt die in het park. Ik dacht, ja, ik wil die. En dan toch niet gevonden. Maar ja, het is gelukt. Ik heb de Bastiaan gevonden. Kijk, ik ben helemaal blij. Helemaal blij. Geweldig. Dus dit is zo'n shoulder dingetje. Ik heb ook zo'n brunetje daar al trouwens. Dus dit is hoe het werkt. Oh cool, er zit een stappenplan bij. Sebastiaan, hang on. Dus dit is Sebastiaan en een petje. En dan doe je die op je schouder. En dan zit die op je schouder. Is rood. Is dat een de kleur? Ik heb er een van Bruni en die is blauw. Kijk, en als je dan zo... Ja, weer met zo'n lang lint. Zo doet. Kijk! Blijft die hangen? Magnetisch. Het is Spider Bestie. Nee. Sebastie Man. Oh, erg. Dus we hebben Sebastiaan. Dat is goed. Want jij mag mee op de volgende trip. Zo ja. Dit is de bestie. Als je mijn trailer reaction wil zien voor de live action Little Mermaid. Hij staat op de website. Wauw, gaat heel goed vandaag. Als je mijn trailer reaction wilt zien voor de live action Little Mermaid. Dan kun je die ook op ons kanaal vinden. We zullen proberen die ook te linken. En ja. Wat niks zeggen, maar eigenlijk weten we gewoon dat ik mega enthousiast ben. Hè? Ja. Oké. Sebastian!
Ik wist niet dat ik dit ging kopen, maar ik kwam tegen en ik vond het heel mooi en dacht ik wil het kopen, dus heb ik het gekocht. Soms is het gewoon zo simpel, hè. Het is een pin van Captain Marvel. Het is very shiny. Ik ga hem even uithalen. Doet iets beter. Plastic is altijd een beetje... Wow. It's very shiny and glittering up higher, further, faster. Quote van Captain Marvel. Love this. En ik denk als ik dan een keer een bound doe van Captain Marvel, dan kan ik dat zo hangen. Het is cool. Er zijn nog mensen die dat doen en ik vind dat cool. Dus ik ben daardoor geïnspireerd en ik ga dat ook een keer doen. Wanneer, wat en hoe, dat is nog onbeslist. Het is een surprise bedoel ik. Maar het komt. Ooit. Higher, further, faster. Yes. En dan heb ik twee dingen die Steven heeft gekocht. Ja. Dit is een nieuw mapje voor zijn jaarkaart in te steken. Zijn andere mapje is van boven kapot gegaan. Die nog vroeger, die drukmapjes, die gaan wel eens kapot. Ah, wel nee, het was ook al zo'n schuifsysteem, maar ja, hij wou niet dicht en nu wil hij niet meer open. Ja, dat gaat allemaal goed totdat het op je niet meer goed gaat. Dan is het niet goed. Dus hij heeft gekozen voor deze. Ik heb eigenlijk nog niet de goede bekeken, maar dat is denk ik van de 30ste verjaardag. Hè? Lijkt me wel. Die staat er al van Pluto, Koffie, Mini en zo. Super cute. Dus hij gaat de andere die niet meer zo goed functioneert vervangen door deze. En deze pin heeft hij gekocht. Van Pascal aan de lantaarn. Very, very cute. Ik had het hele... Er waren drie pins van Rapunzel uitgekomen en een lanyard. En ik had die bij natuurlijk van bestie Sanne. Die helemaal van Tangled houdt. En ja, ik had ze maar. Ik heb niet snel genoeg gefilmd om dat nog mee op film te zetten. Dus sorry. Maar dit was een van de pins dat ertussen zat. Dat was een van Rapunzel met de lantaarn. En dan was er denk ik een Pascal apart. Twijfel. Alleen er stond gewoon Rapunzel op. Ja, hoe zag het er nou weer uit? Just went out of my mind. I'm very sorry. So yeah. Dit was de mini haul. Ja. Dat was hem voor deze keer. We zullen zien wat dat de volgende trip brengt. Of dergelijke. Dus bedankt voor het kijken. Gezellig dat jullie erbij waren bij. Met je cool bucketlist. En tot de volgende keer.